Nee, maar ik ben echt trots, man. Ik maak vaak grappen met je. Vond jij het gaan? Fucking goed. Ja. Ik wist dat het een goede uitzending was. Oké, jongens, het is zover. Ik, Calvijn, YouTuber van Hollandse Bodem, heb de televisiebazen van Nederland ervan overtuigd dat ik mijn eigen talkshow moet krijgen op NPO 3. Fucking mooi. Een talkshow voor jongeren, vanaf 1 maart, elke maandagavond om 9:50. Keihard. En terwijl mijn moeder me appt over hoe trots ze op me is, gaat er maar 1 vraag door mijn hoofd. Hoe de fuck ga ik dit maken? Het is vandaag 1 december. We moeten het in 3 maanden gaan fixen. Ik heb het team nog niet bij elkaar. We hebben gewoon geen eens een studio. En ik vind het fucking spannend. Fuck, ik wil naar Alle studio's die we gezien hebben zijn veel te duur. Mark, je bent. Calvijn richt zich in zijn video's op doelgroep 8 tot 12 jaar. Of nu? Hier, het podium. Gaat u? 2 weken. Ik wel. Voor duidelijkheid, als ik corona krijg, dan is gewoon 2 weken, 3 weken geen uitzending. Ja, jongens! Aflevering 1 is gefilmd. 3 maanden geleden begonnen we aan dit avontuur. We hadden nog helemaal niks. Geen studio, geen decor, geen team, geen gasten, geen script. Helemaal niks. En het is gelukt. In ieder geval aflevering 1 is gelukt. Die andere afleveringen weet ik nog niet. Ik ga dat wel helemaal fout, maar aflevering 1 is in ieder geval gelukt. Voordat ik ga laten zien hoe het allemaal gegaan is, wil ik nog heel even aanstippen waarom ik deze show wilde maken. Voor de mensen die net komen kijken, ik ben Calvijn. Ik ben helemaal losgegaan op YouTube en dacht... Weet je wat, misschien moet ik gewoon een talkshow gaan maken. Voor televisie. Jazeker. Voor je tv is nog niet nodig, bro. Man, ik zal het even uitleggen. Mensen van onze generatie, die normaal gesproken bij talkshows een beetje worden geskipt. Of als ze er dan een keer zitten, dan is het zo van... Hé, maar... Hé, influencer, hè? Dan ben je dus eigenlijk gewoon geld aan het verdienen over de rug van kinderen. Hè? 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 Nou, die vibe hangt er dus best wel vaak. Dus ik dacht, weet je wat, volgens mij moeten we een podium creëren waarin de generatie van ons een plek krijgt om gewoon sympathiek over te komen op de boomers. Die gaan kijken. En ook jullie, hoop ik nog steeds. Die werelden die connecten gewoon te weinig. Boomers zitten niet op social media en mensen van social media kijken niet elke dag tv. Dus ik dacht, hoe vet zou het zijn als we een podium kunnen creëren waarin mensen zoals QC of Sylvana IJsselmeijer kunnen chillen. Maar we ook bijvoorbeeld een boomer zoals Gerrit Joling ook kan chillen. En dan ben je met z'n drieën en met mij erbij en dan gaan die wereld elkaar vinden. En dan is het een keer even niet van, yo, ja, die influencers lopen alles te verneuken. Dan is het gewoon een keer gezellig en lachen. En dan denk je, zeg, doen ze ook nog best wel wat goeds. Dat was mijn doel met deze show. Ik denk dat dat hartstikke goed gelukt is. Maar laten we even teruggaan naar afgelopen maandag. Maandag was namelijk de repetitiedag. En dat begon natuurlijk thuis met een bakkie pleur. Nog steeds niet zenuwachtig. Jawel, natuurlijk wel. Ja, weet je wat het is? Ik had het hele weekend opnames. Ik heb eigenlijk nul moment gehad om van na te denken over vandaag. En als het goed is, is vandaag de studio voor het eerst zeg maar af. Decor, dat alles staat. Dus vandaag wordt het zeg maar echt. Voorheen was het allemaal praten en tekeningen en visualiseren in je hoofd. En nu wordt het gewoon real. Ik hoop dat het een beetje mooi is. Vervolgens moest ik natuurlijk naar Hilversum toe om naar de studio te gaan. Mocht je afvragen wat we vandaag dan gaan doen, nou ja, dat kan ik je gewoon uitleggen hoor. We gaan eerst een repetitie doen in de studio met het decor erbij. En dan gaan we een aantal dingen fixen, zoals bijvoorbeeld licht, waar moeten de camera's staan, als je opkomt, waar loop je dan langs, wat voelt awkward, wat voelt goed, allemaal dat soort dingen. En toen was het moment daar. Ik zag voor het eerst de studio. Het decor waar we aan gewerkt hebben, heel eerlijk gezegd heb ik er niet heel veel invloed op gehad, want ik heb daar gewoon heel weinig verstand van. Ik heb dat een beetje losgelaten, maar het is toch wel bijzonder om dan voor het eerst dat decor te checken. Even een klein scheetje. Maait, je al een beetje decor. Kijk hoe gruwelijk. Ja, hard hoor. Wordt dit de stoel? Dan ga ik hem even testen. Oh, hij draait. Oh, chill. Ja, het is heel belangrijk hoe je zit, blijkbaar. Iets wat ook niet onbelangrijk is, is natuurlijk de kleding. Hoe ga ik viben? Normale talkshow host zouden een soort van pak aandoen, weet je wel, met een blouse, misschien een stropdas. Ik voel me daar een beetje aan relaxed bij, want ik weet niet eens hoe ik een stropdas moet strikken. We hebben dus de combi proberen te vinden tussen aan de ene kant een soort chic, maar aan de andere kant ook gewoon chill. En ik ben daar niet zo goed in. Ik heb daar hulp van gekregen van mijn styliste en visagiste, Celine, waar ik ook al jaren mee werk. De outfit voor de eerste show hebben we deze bepaald. Komt omdat die gewoon, eigenlijk, ik vond hem gewoon nice. Het is gewoon chill. Hoodie, maar toch ook pakkie, weet je wel. Best of both worlds, snap je? Ik moet even een shout-out doen naar Blue Striker en naar Lichtblauw. Dankzij hun heb ik deze outfit. Dus thank you very much, thank you very much, thank you very much. Zie ik er eigenlijk een keer niet uit als een zwerver. Ja, kijk, dit is wel een... Dit is wel een statement. Ja, toch? Vraag is. Vind je het vet? Ga je nou alleen onzeker doen? Nee. Ik heb alleen, het lijkt alsof ik een hele grote lul heb, maar het valt dus wel mee in het echt. Deze broek. We hebben bedacht even om 10 over. Eventjes... korte uitleg van het programma beneden. Ja. Korte persfoto's. Is dat iets voor jou? Ja, dat vind ik fantastisch. Ja? Zie ik je zo. Oké. Ik ben zijn naam vergeten. Ik ken hem wel. Dat is altijd een beetje awkward. Als je wel iemand kent, maar dan niet meer weet hoe hij heet. Dat moeten we even fixen. Nou,
Hey, Kelvin. Hey, hoe heet die opnameleider ook alweer? Guido. Oké, dankjewel. Oké. Guido. Ja, zo regel je dat gewoon. Als er één ding is wat ik belangrijk vind, is plezier maken. Mijn enige regel. Ik ken een groot gedeelte van de mensen achter de camera's, maar ook niet allemaal. Ik wil gewoon dat zij voelen dat voor mij het belangrijkste is dat er gewoon gechilled wordt. En als die vibe hangt in de studio, dan ga je dat ook terugzien in de uitzending. En dat moest ik natuurlijk even toespreken. Vind ik een beetje awkward. Maar ik ga een talkshow hosten, dus ik moet niet zeiken. Superleuk dat jullie er allemaal zijn. Ik vind het ook superleuk om hier te zijn. Ik heb dit eigenlijk nog nooit eerder gedaan met zo'n voor mijn doen groot team. Normaal gesproken ben ik gewend dat ik iedereen ken. In dit geval is dat best wel pittig. Ik probeer altijd maar even te onthouden dat we geen ziektes aan het genezen zijn, maar gewoon een leuk 35, 40 minuten programma gaan maken. Wat we zo meteen even willen doen met jou is de opening. Mijn vraag aan jou is, vind jij, we hebben nu ook een opkomst bekeken, dat je even achter het decor een stukje langs loopt en dan doet wat jij doet en dan kom je uiteindelijk uit op de rode stip. Hoe ging die dan? Ging goed voor zover het goed kon gaan volgens mij. Ja, ik voel gewoon chill. En die stoel zit gewoon lekker. En dan is het moment daar. We hebben één repetitie gehad. Dan komen er allemaal mensen bij elkaar in een ruimte. En dan gaan ze vertellen wat ze er allemaal van vonden. Leuk man. Nou, wat ik heel knap vind is dat je er echt met enorme zelfverzekerdheid zit. Je bent niet iets aan het spelen, maar je bent gewoon Calvin. En dat is heel fijn. Ik vond ook heel knap hoe je die monoloog, daar stond je ook al echt wel als host. Best wel te shine een paar keer. We hebben net met allemaal belangrijke mensen rond de tafel gezeten om te bepalen wat wel en niet goed ging. En dat is natuurlijk niet, dat gaat nog niet perfect. En ik vind het lastigst dat de mensen die nu op die bank zitten, zijn gewoon mensen van de redactie die spelen alsof ze de echte gasten zijn. En dat is een beetje awkward. Oké. Maar we gaan het nu nog een keer proberen. Nou, daarna hebben we besloten om nog één keer te repeteren. En dan daarna vind ik het wel mooi geweest. Ik ben helemaal kapot. Maar jullie moesten lachen door het feit dat die lachjes kwamen. Dat werkte zo. Het werkte wel, ja. Het was heel awkward. Dat was echt mooi. Ja, maar dat was jullie lachen. Oh, heavy. Ik had nog een beetje kater van dit weekend. Dat is kut. Ik heb het echt niemand verteld, maar ik was wel... beetje gaar, dus ik heb er wel doorheen geworsteld. Laat die pilsjes even staan de komende week. We gaan gewoon een filmpje maken. We gaan gewoon een lang filmpje maken van 35 minuten, that's it. En mensen gaan het zien. En mensen gaan denken, oh, is wel leuk. Of mensen gaan zeggen, oh, is fucking grappig. En daarna gaan ze het weer door met hun leven. Ik kan het niet echt heel groot maken in mijn hoofd ofzo. Tijd voor prank 1, mensen. Ja? Oh mijn god, dit is fucking een prank, hè? Ik zei het toch! Ja? Dat was hem dan, de repetitie. Even voor jullie beeldvorming, dan hebben we op dinsdag, woensdag, donderdag hebben we nog alles een beetje bijgeschaafd. Oké. Maar, vrijdag was het dan zover. De eerste officiële opnamedag. Ik was niet echt nerveus, maar natuurlijk wel gespannen. Laten we eerlijk zijn. Goedemorgen. Is er nog plek? Oh, daar. Ik had ook helemaal geen zin in die behind the scenes camera. Dat kun je wel zien. Loop je nu met een ander gevoel naar binnen dan afgelopen maandag? Nee. Ik heb zo geen zin in Michael. Ik heb met die show in mijn hoofd, komt Michael ook nog even. Ik denk dat je aan mij kan zien dat ik gefocust ben. Normaal gesproken vind ik het wel leuk om even, hè, met de camera en zo, een beetje kutten. Vrijdag had ik daar niet zo heel veel zin in. Ik had gewoon één doel. Talkshow. Natuurlijk hebben we ons allemaal aan de coronaregels gehouden. Er was een heuse teststraat, dat was feest. En daarna is het eigenlijk heel simpel. Gewoon een paar uur tot het show gaat beginnen. Puntjes op de i zetten. Let's go. Alright, nou mensen, we gaan even repeteren. Daarom zie ik nog steeds uit langs het voetbalveld staan. We beginnen altijd met een stukje praten in de camera. Dat is wel een beetje spannend, want daar doe ik een poging om grappig te zijn. Maar ik wil dat de mensen in de studio, dus de cameramannen en zo, dat ze nog niet de grappen horen. Anders lachen ze straks niet meer. En ik heb geen publiek, dus zij moeten straks lachen. Dus iedereen is gewoon aan het vreten. En dan ga ik het hier gewoon repeteren, zodat als we straks echt gaan draaien, dat dan ook de crew het voor het eerst hoort. En dat ze denken, wat grappig. Heb ik toch nog een soort publiek, snap je? Maandag op NPO 3 nog een talkshow. Zonder Diederik Gommers, maar met Gerard Joling, QC en Sylvana IJsselmuiden. Ja, deze is goed. Waar is Gerard nou heen? In de eerste uitzending heb ik QC, Sylvana en Gerard Joling. Ik heb er nu al zin in. En ik zal even uitleggen waarom ik deze drie mensen wilde. QC zit te weinig in talkshows en QC is een fucking legend. Ik gun hem die spot gewoon en ik vind het gewoon belangrijk dat ook mensen die QC nog niet kenden, maar die wel bijvoorbeeld tv kijken, hem zien en denken, hey, dit is toch best wel een sympathieke gozer.
Sylvana, eigenlijk hetzelfde. Er zijn heel veel mensen die natuurlijk Sylvana nog niet kennen. Dus, nou ja, dat hebben we helemaal uitgelegd in de show. Fucking grappig. Ja, de derde persoon is misschien een beetje opvallend voor een jongere talkshow. Dat is namelijk Gerard Joling. En hij is 60. Waarom zet je die dan in je show? Nou, heel simpel. Zodat ook de boomers denken, hey, wacht eens even. Gerard Joling zit daar. En Gerard Joling vindt QC wel, ja, die vindt hem wel een sympathieke vent. Wat gebeurt er dan? Boomers, onze generatie, brengen ze langzaam zo een beetje bij elkaar. Zo wordt de sympathie. En dan heb je de Calvijn-show. Ja. En ik voel me vereerd, man. Gewoon primeur. Ja, toch? Nee, maar ik ben echt trots, man. Ik maak vaak grappen met je. Hoe jij het gaat? Fucking goed. Ja. Ik wist dat het een goede uitzending was. Toen QC... Nee, ik ga niet zeggen. Ik dacht, Jullie hebben een moment, jongens. Nou, het enige wat ik nu nog kan zeggen is dat we morgenavond, maandagavond dus, 1 maart, bij BNNVARA op NPO 3 te zien zijn. Om 9:30. Dus ga het sowieso allemaal checken. Het komt ook op YouTube. Dus maak je geen zorgen. En ik check jullie volgende week. En allemaal kijken morgen. Anders hebben we het allemaal voor niks gedaan. Het zou zonde zijn. I love you. From the bottom of my heart. Shout out naar mijn ouders ook. Later. En tot slot moet ik natuurlijk jullie bedanken. De kijkers, mensen die mij natuurlijk jarenlang al checken en kan niet onder woorden brengen hoe belangrijk het is dat jullie ook na zoveel jaar nog steeds checken, dat jullie me nog steeds volgen. Dat is absurd. Dus zonder jullie was dit niet gelukt. Ik vergeet jullie nooit. Laat ik dat voorop stellen. Sterker nog, komende week komt gewoon weer een video met Guy. Wat denk je? Zal ik jou even kapot maken? Let's fucking go!